Goedemorgen. Mijn andere alcoholische drank. Goedemorgen, want het is morgen en het is heel erg vroeg voor mijn doen. Want 6:02. Oeh, er komen daar donkere luchten aan. Ik heb geen regenjas bij me. Nou, het zal wel goed zijn. Leuk dat jullie er weer bij zijn, jongens. Leuk dat je kijkt. En meisjes ook trouwens. Nou, de vlogserie met de elektrische auto's en de daktent is afgelopen. Jullie hebben echt allemaal massaal gereageerd. Ontzettend leuk vinden wij dat. Dat vinden we echt heel leuk. Ontzettend veel vragen van hoe het kan. En caravan trekken en al die dingen. Nou, we zijn er druk mee bezig om te kijken of en wanneer we dat kunnen doen. En met welke auto's en met welke caravans. En waar naartoe. Maar dat komt allemaal later wel. Dat moet je niet binnen een week van ons verwachten, maar dat komt wel. Nu ben ik in de auto gestapt, omdat ik vandaag 3 nieuwe producten voorgesteld ga krijgen van Adria. Een nieuwe integraal camper, een nieuwe integraal camper, een nieuwe buscamper en een nieuwe caravan. Dus je zou zeggen voor ieder wat wils. En die producten die staan niet hier, daarom is het 6:00, maar die staan in Slovenië. Dus neem ik jullie mee naar Slovenië. Dat betekent dat ik nu onderweg ben naar Schiphol. Is trouwens echt een strak programma hoor. Want het is nu 6:00 in de ochtend dat ik thuis wegga en morgenmiddag om 2:00 of 3:00 ben ik alweer terug. Dus dat is geen plezierreisje. Al hoop ik wel dat het leuk wordt natuurlijk. Ik heb het programma gezien. We vliegen nu naar Venetië. Vanaf Venetië gaan we met de bus naar Porto Ros. Porto Ros heet dat. Dat is in Slovenië. Nou, dat betekent dat we nog een grens over moeten met de bus. Dat is allemaal gedoe daar in Slovenië. En rond het middaguur, iets daarna, dan, als alles goed gaat en als die staking op Schiphol de boel niet verschrikkelijk in de soep gooit, dan zijn we rond het middaguur op de plaats van bestemming. En in de loop van de middag krijgen we daar nieuwe modellen te zien, presentatie te zien, nieuwe modellen te zien. Einde van de middag nog een proefrit en dan 's avonds een diner. Naar bed. Volgende ochtend betijds weer op. Terug naar het vliegveld. En weer terug naar Nederland. Zo ziet mijn agenda voor de komende 24 uur eruit. En natuurlijk kijk ik of jullie dat allemaal mee kunnen maken. Blijf erbij. En we rijden niet elektrisch nou, dus ik kan weer gewoon een beetje gas geven. En zoals jullie weten, ik rijd nooit te hard. En zelden te langzaam. Oh, 2 handen aan het stuur. Haha, 10 voor 2. Nou, dat is al met al toch wel weer een klein dramaatje om gewoon op Schiphol te komen. Wat een geklooi. Al die mensen die alweer op de weg zitten en dan schijnt het hier ook nog een gekhuis te zijn. Dan gaan we zo
ontdekken. Gelukkig ben ik lekker licht onderweg met één tasje. Kan ik snel op de plaats van bestemming zijn. Kijken of we zo snel mogelijk door de beveiliging heen kunnen komen. Nou, kijk eens. Daar is nogal wat. Laat de kudde maar in lussen lopen. Wat een gekke huis, man. Maar mijn god, mensen, als je toch zo op vakantie moet. Hè? Dat is toch... Doe mij dan alsjeblieft een camping. Heerlijk. Nou heb ik dit allemaal uit de tas gehaald. En dan moet ik toch op de security wachten en die gaat naar mijn pauze. Altijd handig. En daar ligt mijn tas. Het gaat ook niet erg snel, hè. Wel een beetje jammer. Hi, die is van mij. En we zijn er door. En waar is mijn vlucht? Oh, de Starbucks. Ik ruik koffie. Woehoe. Nou, ben ik de eerste bij de cake. Dan ga ik maar even een bakje halen. Dankjewel. Dat is een medium koffie. Die had ik iets anders ingeschat. Zo jongens, Puerto Rus. Oh, kijk eens wat een uitzicht. Nou, niet verkeerd. Niet verkeerd. Ik ga even een korte broek aantrekken. Dan gaan we lunchen. Heerlijk. Wat een reis. Nu is het 2:30. Dus 7 uur op Schiphol, 9:15 in het vliegtuig en nu 2:30 in het hotel. Dan gaan we nu lunchen, krijgen we presentatie, avondeten, slapen en weer terug. En dit is een boutique hotel, noemen ze dat. 4 sterren. En die kamer die laat ik nog een keer zien. Maar voor de deur hebben ze wat oude auto's verzameld. Altijd leuk om even te zien en zo te zien. Kunnen ze wel rijden. Ziet er goed uit hoor. De deur wijkt een beetje. Kan beter. Protected by a Rolls-Royce GPS tracking device. Leuk hè. Dit is volgens mij een Alvis. Alvis. Austin. Austin. Rolls-Royce. Jaguar. Leuk hè? Ik ben mijn zwembroek vergeten. Had wel even gekund. En je kan hier ook met de elektrische auto aankomen. Al zien die kabeltjes eruit alsof je niet verder komt als een elektrische fiets. Maar zo te zien zijn het Porsche palen. Moeten we de volgende keer regelen.
Ja, die kan ook nog een Rolls Royce. Porto Rose. Porto Rose Boutique Hotel. En vanaf de kamer heb ik uitzicht op het strand. Ik zag de Duitse journalisten ook al, dus die zijn er ook. Dan moet dat mijn kamer zijn. Niet daar. Derde verdieping. Het is hard werken, maar ja, iemand moet het doen. Dat wordt weer naar Sofia, you know. It's the only one. Are you doing a movie? Kom maar. You want to be in a movie? No. These are my colleagues from Promobil. They are the most professional team on earth. Yes. The most professional team. Thank you very much. Jongens, dit is even een fotomomentje. Kijk, dit vinden ze allemaal heel belangrijk hier zo. Dat is Tina Maas, Tina Mees, Tina Mazen. En zij is, zij was professional skiester. En ze heeft, geef niet, je mag lachen. I don't care, you can laugh. En ze was wereldkampioen 2 keer. En ze wordt door Adria gesponsord. Zij is vertegenwoordigt Adria in de woonmobielen. En dit was haar oude camper. She damaged it. Yeah. She did really good. Yes. She used it really. En dit is de nieuwe camper. Dus ze gaat met een, dat is een twin sport. Twin sport. Gaat ze dan op de achtergrond, zie je al de Supersonic staan. Die we straks van nabij gaan bekijken. Hier staat de nieuwe Altea, die we straks van nabij gaan bekijken. En er staat daarachter nog, die zie je nog net niet, die staat daarachter. Een nieuwe Matrix op Mercedes. Matrix Supreme. Het is lekker weer hier in de haven. Het is 27 graden, lekker windje erbij. Heerlijk. Ja. Nou jongens, ik ga er nog meer over vertellen. En er komt later nog een hele video over op het kanaal. Maar dit is de nieuwe Adria Matrix Supreme. Op Mercedes-Benz. En zoals jullie weten, ik ben gek op die Mercedes'en. Maar wat vind je hiervan? Wat vind je van dat donkergrijs en dat lichtgrijs? En dit is de 670 SL. Enkele bedden, aparte douche en toilet, hoekkeuken, koelkast, rondzit. Dus alles vrij bekend. Extra brede toegangsdeur. Dit is de vaste met veel opties. Nou, de Matrix die kennen we van het hefbed. Kunnen we wel even een paar lampjes aandoen. Ze hebben alles uitgegooid. Dat is jammer. Moeten we het eerst even aandoen. Zo. Lampjes aan. Wat zoek je? Nou, ik wil het licht aan hebben, maar ik zie dat ik dat eerst hier. Oh, hij is aan. Nou, qua indeling kennen we al, maar hier zit dan wel de luxe bekleding in. Dit is Mercedes. En dan naar achteren toe. Ja, weet je jongens, ik vind dit echt super chic met dat donkere hout en dan die grijze accenten. Die gebogen kastjes zo. Prachtig. Hier ook. Mooi gebogen. Aparte douche, aparte toilet. Lengtebedden. En kijk eens. Hi. Hier loop ik wel warm voor. Nou, later misschien nog meer. Dit even voor de vlog. Dan zal ik ook nog even met jullie door die door de Supersonic lopen. Dit is de 780 DC. Die heeft 1 as achter. En we misten natuurlijk die assen al. Bij de Sonic die nu uitkomt. Maar die staat hier, kijk, de 890. De 890 heeft inmiddels, die is nu gewoon weer terug. En zit hier iemand in of niet? Zo niet. Oh. Kijk nou toch. Alles is uit. Hij staat denk ik zonder stroom. Alle licht aan. Ik denk dat er wat uitgevallen is. Oh, dit is een... Het is in dat donkere spul, het ziet er toch wel gewoon echt heel vet uit, hè. Dit is toch gewoon, ja. Dit zie je bij geen enkel ander merk, dat ze die donkere dingen kiezen.
Er zitten hier en daar nog wel wat dingetjes dat ik denk van oké, dat kan wel wat beter. Kijk, dit kastje, dat had van mij wel wat mooier gemogen. Zeker voor die centen. Maar wat een ruimtewonder, kijk. En dan zijn de stoelen nog niet eens omgekeerd. De keuken is anders geworden. Chique stoelen kosten wel geld natuurlijk, maar dit hoort er dan weer wel in. En dit is dan mooi bekleed met leer. De gedeelte van het dashboard is bekleed. Ja, of het leer is, weet ik eigenlijk niet. Ook nieuwe bekleding op deze bank en stoel. Hier kun je een stoel van maken. Hier kun je ook een stoel van maken. Ik vind het wel de ruimste indeling. En dan het bed zo. Met die gebogen. Ja, er zijn gewoon leuke, fraaie details. Nou, dit kennen we al van de caravans en de campers. Nou, dit keuken, de keukenkraan is ook. Dus je zegt van even wat chiquer. Dit is typisch Adria, maar dan in een iets luxere uitvoering. Mooi hoor. En dit is zo handig als je van die koffie houdt. Want dit kun je natuurlijk eigenlijk dit kun je los bij de dealer van Adria kopen en die kun je in iedere camper schroeven. Als je dan geen Adria kan kopen, kan je wel zo'n dingetje kopen. Ja. Ja, mooi. Mooie camper. Ik hoor van alles klikken, maar er gaat niks aan. Wat er ook nieuw is aan deze wagen, is de achterwand. Kijk, die is wat dikker geworden en wat strakker. Maar ze hebben wel heel druk overal supersonic opgeplakt, want ze vinden dit natuurlijk ook super. En dat is eigenlijk wel terecht. Nou, ik wil wel weten wat jullie hiervan vinden. Dit is een Adria. Supersonic. Gaat wel stevig in de papieren lopen, maar dat is momenteel met alle campers zo. Wat ik begrepen heb, wordt het wel ergens in de buurt van 160, 170. Maar ja, het zijn bijna dagprijzen voor campers en daar kun je dus gewoon geen donder meer aan doen. Dat is eigenlijk niet te doen. Andere koplampen erin. Projectiekoplampen en hier zit LED. Het hele front is vernieuwd, want die wagen, die Mercedes, is 20 centimeter langer naar voren uitgebouwd dan een Fiat. Maar het is wel super strak vormgegeven. Nou, dit is... Jongens, dit is dan een andere dan waar ik net in was. Ja, dit is de dit is de tandemmassa, dus die is wat langer. Die heeft wat meer ruimte en het komt onder andere naar voren in het bad. En dit noemen ze een wellnessbadkamer. En dat is ook het idee wat ik kreeg toen ik hier naar binnen stapte. Ik denk, nou, dit lijkt wel een wellness. Moet je nou toch eens kijken. Als ze nou ook die kachel zo hoog kunnen opstoken dat je er een sauna van kan maken, dan is het helemaal ideaal. Nou is het hier al net een sauna, Hein. Nu wel. Mooie kastjes hier. Dit is wel echt, ik vind het echt wel een chic ding hoor. Ander greepje, oké. Okay. De toilet is wel een raar opstapje geplaatst. Dat is dan weer jammer. En een plastic pot zou je bij deze prijs ook niet meer verwachten eigenlijk. Maar ja, ik zeg net al, die prijzen zijn net als vis. Bekleden zijwanden. Je moet altijd wat te zeiken hebben, hè? Hoi. Je moet altijd wat te zeiken hebben. Want? Nou, ik zeg, die toiletpot had wel keramiek mogen zijn. En nu hebben we de verlichting ook aan. Kijk nou toch eens van een gezellig slaapgebeuren. Ja. Hier verlichting aan. Will be also in the 780, will be also inside. Yes, and the table also the 780. Ook aan. Natuurlijk een oven, natuurlijk een dubbeldeurs koelkast die je aan twee kanten kunt openen. Dat weten jullie allemaal. En ruime hangkast. En je weet het hè, als je een hangkast hebt dan wil je een... Als je een legkast hebt dan wil je een hangkast. Als je een hangkast hebt dan wil je een legkast. Zo werkt het nou eenmaal in deze wereld. Dat is zo clear. Maar moet je nou die bekleding zien? Ja, smaken verschillen, maar ik vind dit echt heel mooi. Ik vind dit echt, dit loopt dan van de wand, die is iets lichter door in de stoelen.
Ik vind het echt mooi. Deze aanrechtbladen komen niet naar Nederland. Hier hebben we dan de enkele bedden. Ook hier achterin weer dat licht en dat donkere stof. En omdat het wat korter is, heb je hier gewoon de badkamer en het toilet. En natuurlijk kun je er één grote badkamer van maken. Ja. Ja jongens, dit zijn strakke wagens. Dit ziet er goed uit. Ik hoor net dit vanaf 161, die tandemmassa vanaf 171 en dan heb je allemaal standaard de grote MBUX van Mercedes, 7 traps of 9 traps automaat en 170 pk. Dus alles erop en eraan. Je kan er bijna niks meer bijstellen. Chique velgen eronder, zoals deze. Dus niet die kale Mercedes velgen, dit zijn de velgen die eronder zitten. En dan rij je in een ganz nooi product. Ja, maar ja jongens, zeg maar, al de verwarming erin. Ja, dit is gewoon een serieuze dikke camper. Serieus werk. Ik ben een beetje een Adria fan, sorry. Ik kan er niks aan doen. Maar deze zou ik wel, dit zou wel mijn campertje kunnen zijn. Hey, weet je waarom? Kijk, ik weet dat er mensen gaan zeggen, ja wat een onzin, het is zoveel geld. Dat klopt, het is veel geld. Maar moet je kijken wat er staat. Moet je kijken wat er voor de rest in de markt te koop is. Dan heb je hier gewoon echt een serieus luxe camper voor een gemiddelde prijs. Durf bijna niet te zeggen dat 160 dus nu een gemiddelde prijs is. Super chic. Echt super chic. Dikke neus. En ik ben natuurlijk mede zo enthousiast omdat die Mercedes eronder zit. En dat weten jullie allemaal al. Want ik weet hoe dat rijdt. En dat rijdt helemaal top. Nou, dan lopen we nog even lekker naar die Altea toe. Daar zijn ook... Het is ook een nieuw model geworden. Wat er aan die Altea, de grootste verandering die er aan die Altea zit, is kunststof buitenwand. Die nu glad en kunststof is. In plaats van bobbeltjesplaat. Dus hij wordt opgewaardeerd. Verder zit er in het interieur. Dit is niet echt de goede indeling. In het interieur, ook hier. Kijk. Het is gewoon weer een andere manier van met de bank omgaan. En als ik het even weghaal, er zit hier geen kast. Oh, even de tafel opzij. Zo. Er zitten hier geen kleppen meer aan. Geen houten planken meer. Je kan het er ook helemaal uittrekken en het past gewoon op die bank. Dus je zit niet meer met die vastgeschroefde kleppen waar altijd die altijd op de verkeerde manier open gaan. En dit is het nieuwe materiaal wat ze op de wand gebruiken. En dat zit in het deel van de woonkamer. En dat is een beetje een viltachtige kunststof. Hoor je dat? Mag even mijn microfoon erbij houden. Dus het is kunststof, maar het lijkt op vilt. En dat hebben ze gebruikt omdat dat lichter is. En dat die gewichtsbesparing hebben ze nodig. Omdat door die kunststof buitenwanden, hebben ze iets hoger gewicht gekregen. En ze gebruiken het light chassis van Alco, het chassis met al die openingen erin. En dat is ook om gewicht te besparen. Nou, wat we hier ook terugzien is dat ze een soort van de grepen en de randen naar het dak toe gebruiken die ook bij de Adora waren. Alleen in dit geval lopen ze niet door van hieronder tot helemaal bovenaan. Maar alleen ter hoogte van waar je de greep nodig hebt. Dat is een stukje bezuiniging. Grote, brede opening met gasdrukveer. Die was er ook nog niet en nu heb je dus die enorme disselbak. Nou, ik zal straks, ik ga nog een video maken met de salesmanager van Adria. Die over deze caravan gaat. En dan kunnen we hem even alles vragen. Nu geef ik je alvast even een indruk. Mooie caravan, hè? Ook hier die Adora achterliggen. Maar dan net niet, weet je wel. Gewoon twee stripjes erin. Het is het net niet, maar het is wel goed.
Dit is de nieuwe Coral XL. En Coral XL betekent dat hij alcove is. En Adria is nog een van de weinige campermerken die alcove levert op dit moment. En dit is een super strakke alcove. En deze heeft nu voor het eerst het nieuwe Coral interieur. En die is daar dus helemaal bij de tijd. Nou, voor gezinnen, papa en mama achterin, kinderen hier voorin, ideale camper. Ideale camper. Mooie kastkleppen, lekker licht interieur. Echt. Deze heeft al de verwarming. Ah, dit is een ruime camper hoor. Mooie grote keuken. Veel ruimte om te werken. Zeg dat verkeerd. En hier zit de douche en het toilet bij elkaar. Zo had ik vroeger een camper en dat beviel me eigenlijk uitstekend. Gewoon een douche tegen het toilet aan. Met ruimte zat. Grote koelkast erin natuurlijk. En hier, dit is typisch voor Adria. Die laders onder het bed. Lekker veel ruimte voor al je spullen. Klep. En hier zie je een la en die gaat de garage in. Die kun je aan twee kanten benaderen. Ideaal, hè? En dat is de Coral XL. Nou, voor de rest qua Fiat niks bijzonders. Handgeschakeld. Nou ja, auto die je, hoe je hem hebben wil. Brede toegangsdeur. Kunststof wanden. De Coral achterwand die we kennen. Met die gebogen achterwand. Goedemorgen jongens. Wat een plek om wakker te worden, hè? Het is 6:30. 7 uur, kwart over 6 zelfs. 7 uur moeten we in de bus naar het vliegveld. Ik ben mijn spullen aan het inpakken. Laatste dingetjes. En dan terug naar huis. Dus een quick in en out. Het was 12 uur vannacht toen ik in mijn bedje lag. En ik moet tot mijn grote schaamte bekennen dat er iets meer witte wijn bij betrokken was dan dat ik gedacht had. Maar ja, erg lekker gegeten. Gauw even de boel opruimen en naar beneden. Exactly. 6:50, 6:55. So I will be waiting here. You can sit outside. I think the coffee you can drink if you want. I will in a second. Thank you. Je ziet het misschien al. Ze noemen het espresso, maar het is eigenlijk slootwater. Terwijl ze het hier best kunnen, want in Trieste, dat is echt hier vlakbij, dat is bijna onder, daar wordt die Illy koffie gemaakt.
Zo jongens. Taxibusje heeft ons rap naar het vliegveld gebracht. We hadden nog wel een kleine onderbreking. Doordat er een ongelukje was gebeurd. Een paar vrachtwagens die elkaar in de weg hadden gezeten. Maar tijd zat om nog een Italiaanse bak espresso te gaan halen. En die laat ik mij zeker niet ontzeggen. Nou, een beetje geld stuk gooien. Niet nodig. Thuis op Schiphol. Even door de Red Race heen. Door naar de auto. En lekker naar huis. Ik hoop dat je dit een leuke vlog vond. Best bijzonder om jullie mee te nemen tijdens zo'n persreis. En we gaan natuurlijk binnenkort nog meer van dit soort dingen doen. Alleen niet met het vliegtuig. Maar met de camper, want ik heb gisteren bericht gekregen dat hij eind volgende week bij de dealer staat. Dus daar kun je snel meer bericht over verwachten. Ik zeg nu bedankt voor het kijken. En morgen heb ik een interview met Dennis. En overmorgen heb ik een interview met Gerard over de nieuwe Adria producten. Tot morgen!